Mark Woerden, oprichter en mede-eigenaar van LEMS en het letheal.org. Je hebt een boek geschreven, een bestseller zelfs. How Advertising Will Heal the World and Your Business. Kun je kort daar een antwoord op geven? Het antwoord, nou, dat klopt. Laten we daar eens mee beginnen. Dat is allemaal waar wat je zegt. Als je kijkt naar de inhoud van het boek en van het onderzoek, dan gaat het eigenlijk over twee dingen. Het gaat over onze enorme zoektocht naar het gevoel van dat je leven ertoe doet. Dus eigenlijk is het een boek over zingeving. En het onderzoek spitst zich toe op naar wat vinden we nou belangrijk in het leven. En hoe kunnen merken daar nou een bijdrage in leveren. En dat onderzoek in de 16 rijkste landen ter wereld toont aan dat we met z'n allen op zoek zijn naar een heel ander type merk. Een merk dat zich niet per se richt op het vervullen van allerlei individuele typische consumentenbehoeften, maar veel meer inspeelt op onze enorme drang om anderen te helpen. En die pro-sociale merken, zoals ik ze noem, die zullen zo succesvol zijn omdat ze inspelen op eigenlijk het gebrek aan het gevoel dat we nu allemaal hebben, dat ons leven er op de een of andere manier toe doet. Ingegeven door een heleboel oorzaken kan ik met een gerust hart zeggen dat maar heel weinig mensen het idee hebben dat hun leven er op dit moment toe doet. En dat ze dus ook massaal zoekende zijn naar een invulling van hun leven dat hun leven zinniger maakt. En het leuke van dit alles is dat een zinnig leven door heel veel mensen wordt gezien als ik heb een zinnig leven op het moment dat ik anderen kan helpen. En dat is nou precies iets wat merken kunnen faciliteren. Dus wat ik net heb laten zien is wat je als merk wel en niet allemaal moet doen om dat zo goed mogelijk te doen. En vervolgens heb ik ook laten zien wat voor nieuw type creativiteit je er eigenlijk voor nodig hebt. Het gaat al lang niet meer zozeer om campagnes, maar veel meer om revolutionaire ideeën die ervoor zorgen dat dingen die we nu nog zien als een probleem, bijvoorbeeld wereldvrede of de woestijnificering, of zo zijn er nog wel meer, dat dat eigenlijk enorme businesskansen zijn, in de meest positieve zin des woords, om op te pakken en op te lossen. Dus wat ik eigenlijk net heb gedaan is een oproep aan Creatief Nederland om na te denken van hoe kan je nou die echte problemen oplossen? En daar is heel veel creativiteit voor nodig. En het leuke is dat die behoefte er dus is aan de consumentenkant. Dat merken op zoek zijn, maar het nog niet zo goed kunnen geloven dat het kan. En dat wij hier met een reservoir aan creatief talent zitten. Dat nu vooral bezig is met spulletjes verkopen. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Maar ik toon ook aan met het onderzoek dat je nog meer spullen gaat verkopen. Op een nog relevantere manier. Als je ervoor zorgt dat mensen het gevoel hebben dat hun leven ertoe doet door anderen te helpen. En dus een bijdrage te leveren aan het oplossen van allerlei problemen. Wanneer en waardoor precies is die tendens ontstaan, denk je? Oh, er is een flink aantal redenen, maar het belangrijkste is denk ik om te realiseren dat het al in ons mens zit. De mens is al zo geprogrammeerd om goed te zijn, met een paar uitzonderingen natuurlijk. Dus het zit in ons. Het is waarschijnlijk alleen maar een beetje door de opkomst van het kapitalisme is dat een beetje versluierd door dat heel veel mensen, door het neoliberalisme en zo, gingen denken van ik ben pas gelukkig als ik veel geld heb. En juist door die financiële crisis lijkt het erop, kan het niet keihard aantonen, maar je ziet wel over de afgelopen 3 jaar dat mensen aangeven van ik vind dit steeds belangrijker worden. Lijkt het erop alsof men op zoek is naar andere waarden. Maar dat zijn niet zozeer andere waarden, maar dat zijn dingen die heel erg bij de mens horen. Mensen zijn hele sociale wezens en willen heel graag goed doen. Zijn er ook bedrijven die hier niet voor openstaan? Ze zullen er ongetwijfeld zijn. En er zullen ook nog wel merken zijn die zeggen, of bedrijven, dat is een mooie manier om snel meer te verkopen. Maar ik denk dat de positieve kant van het verhaal is, of de echte kant van het verhaal, is dat bij heel veel bedrijven, bij de meeste bedrijven, werken gewoon mensen zoals jij en ik. En die hebben allemaal dezelfde behoeften. En dat zie je dan ook, zodra merken besluiten om iets goeds te gaan doen. En niet een beetje MVO-achtig erbij, maar echt in het hart van een merk. Dat die medewerkers ook niet meer het idee hebben dat ze aan het werk zijn, maar dat ze bezig zijn met iets wat hun leven zinvol maakt. Ja, en als je dat combineert, dan werk je dus nooit meer. Maar heb je het idee dat je met spectaculaire dingen bezig bent. En dat is te gek. En dat gevoel heb jij wel volgens mij, hè? Ja, dat heb ik redelijk. Ja. Nou, je moet het alleen een beetje afremmen. Het afgelopen jaar, dit was praatje nummer 217 in één jaar.
En er zijn honderden artikelen geweest en allerlei interviewtjes en dingetjes. Kom je nog aan je echte werk toe? Of ja, het is ook je echte werk, maar... Nou ja, op zich ben ik blij dat het nu weer een beetje begint te komen. Dat je meer kan doen, ook weer voor het bureau. Maar het is altijd wel het idee geweest van het bureau om zo relevant mogelijk te zijn. En die relevantie lijkt nu steeds meer te zitten in het stuk waar we het net over hadden. Nou, ik dank je hartelijk voor je tijd en zeker ook voor je inspiratie. En succes!